Hallo, welkom iedereen. Een nieuwe video, een nieuwe week. Waarin we eens gaan kijken hoe dat het zit met de energieën voor de mannelijke enerzijds en de vrouwelijke energieën anderzijds. Wat dat de uitdagingen zijn, waar onze kracht ligt en het advies zodanig dat we verder kunnen. Dus we gaan er onmiddellijk in vliegen. Oeps, letterlijk vliegen. Oké, deze twee maken we gewoon voor de vrouwelijke energie. En dan wat de mannelijke energie. En even weer goed vasthouden. Anders gaat er weer uitvloepen zoals daarnet. Voilà. En dat is voor de mannelijke energie. En wat zien we hier? Is dat de komende week worden we allemaal uitgedaagd om eigenlijk keizer te worden. Letterlijk leider, meester van ons eigen leven. En dat vraagt natuurlijk om stabiliteit te krijgen in de dingen waar we mee bezig zijn, in de dingen waar we doorheen gaan. We zijn de afgelopen weken doorheen een aantal portalen gegaan, een aantal doorgangen, en nu worden we gevraagd om die letterlijk in de aarde te gaan gronden. En wat zit de vrouwelijke energie in? En ik ben eigenlijk een beetje sprakeloos omdat ik die kaarten daarnet ook in een andere reading naar boven gekomen zijn bij mannelijke en vrouwelijke energie. Dus belangrijk hier is dat de vrouwelijke energie zich focust op het verder samen laten smelten van wat dat ze voelt in de hogere energieën met dan de realiteit, de dingen dat ze ziet. Want ze zit eigenlijk al doorheen die nieuwe, ze is al in die nieuwe wereld. En het is belangrijk dat ze meer en meer die nieuwe zegeningen, die vruchten, dat ze merkt, de nieuwe dingen die in haar leven zijn gaan manifesteren zijn, dat ze dat ook gaat gaan vieren. Maar dat ze begrijpt dat die hergeboorte er niet is van vandaag op morgen. Dat is een proces. Dat gaat stap voor stap, fase per fase, laag per laag. En dat zien we dat die vrouwelijke energie gevraagd wordt om deze week nog meer in te gaan zakken en nog meer gaan in te vertrouwen. Want dat gaat uiteindelijk haar die tien van bekers brengen. Dus die diepe vervulling op elk vlak in haar leven. En dus niet enkel alleen maar in het werk, of niet alleen maar met je kinderen, of niet alleen maar in vriendschappen, of wat dan ook, maar echt op elk vlak in haar leven. Welke manier? Ik wil dat nog aanvullen. Kijk. Opnieuw de wereldkaart, twee keer. Dus de dingen zijn echt voor de vrouwelijke energie aan het verschuiven. De veranderingen zijn bezig. En het komt erop neer om een stukje die stabiliteit, dat we hier gezien hebben met die emperorkaart, om die nog meer te gronden in de realiteit. Want het is belangrijk dat ze, ik ga tonen zoals het ligt, slecht omgekeerd, dan de wereldkaart nogmaals omgekeerd. En dan, amai, dat zit allemaal, wacht even, die moest zo liggen. Dat zijn eigenlijk allemaal grote, belangrijke kaarten. Majors, gelijk dat we zeggen, in het Engels. En we gaan eens zien. Ik ga deze misschien wisselen, omdat die... Er eerst uitgekomen is en dat dat misschien het verhaal wat duidelijker maakt. Dus de eerste dat we gezien hebben was eigenlijk die Eight of Swords, dus de acht van zwaarden, maar die lag omgekeerd. En dus wanneer die gewoon zou liggen, als dat eigenlijk een teken zijn, zoals hij kan zien, zit er eigenlijk een gezicht verscholen achter die zwaarden. Dus wanneer dat deze kaart gewoon is en dus eigenlijk zo er zou uitgekomen zijn, dan zou er eigenlijk een teken zijn dat die vrouwelijke energie zich volledig voelt vastzitten of onderdrukt. Maar dat is niet zo. Dus het goede is dat ze weet dat ze zelf die meester is, dat ze zelf alles in handen heeft om de verschillende elementen in haar leven samen te laten smelten tot een nieuwe wereld. En dat is hetgeen dat we dan zien ook in die andere kaarten. Dus ze is tot besef gekomen dat ze niet vast zit. Dat ze zelf alles in zich heeft om die nieuwe wereld te gaan vormgeven. Maar dat vraagt natuurlijk om te richten op de dingen die haar die passie brengen. En dat doet ze nog niet volledig. Want daarom ligt deze kaart, dat is eigenlijk de zon in dit dak. Waar dat verbonden is met bewustzijn. Waar dat verbonden is met je innerlijke passie, je innerlijke zon die volgt. En dat is er nog niet helemaal. En daarom ligt deze kaart er. Want deze kaart vraagt, dat is eigenlijk het wiel van fortuin, zoals je misschien in andere tarotkaarten hebt.
Dat vraagt, of dat zegt eigenlijk ook, zoals je hier ook de wereldkaart hebt, hè? The renewal, hergeboorte, nieuwe dingen of dingen anders gaan doen, loskomen van wat dat altijd al geweest is en nieuwe dingen meer en meer gaan vormen. Vanuit die puur gezuiverde vrouwelijke energie, een nieuwe wereld gaan vormgeven, gaan neerzetten. Vanuit de verbinding met je passie, vanuit de verbinding met je ziel. Want het wiel is aan het draaien. Zie je? Het is allemaal aan het draaien. Daarom liggen die kaarten in ondersteboven, want ze gaan helemaal draaien zodat ze voor je hoogste goed zijn. En dat ze inderdaad die nieuwe wereld brengen dat we allemaal naar verlangen. Hè? Dat we geleerd hebben om vanuit een beperkte visie, maar naar dat helemaal opentrekken naar een ruime, een wereld met oneindige mogelijkheden, waarin dat we zelf beslissen wat en hoe dat we het leven eigenlijk gaan vormgeven. En ik ga anders eerst verder advies geven voor die vrouwelijke energie, want anders wordt het misschien wat te ingewikkeld. Dan nog extra advies voor de vrouwelijke energie voor deze week. Extra advies voor de vrouwelijke energie deze week. Extra advies voor de vrouwelijke energie deze week. Ja. Dus ik kreeg ook heel het gevoel van dat heel veel dingen niet duidelijk zijn. En dat was ook de reden waarom de kaart zo lang bleef op zich wachten. Dus heel veel dingen in je wereld en je realiteit zullen nog niet duidelijk zijn. Maar blijf toch vertrouwen op de visie die je hebt. Op het stuk waar je eigenlijk naartoe wil gaan. En naar je dromen. En dan zien we de Oracle's Gift. Wanneer je dat meer en meer gaat doen, wanneer je veel meer naar binnen gaat gaan, dus naar binnen in het kopje, naar je eigen emoties, je eigen vervulling gaat gaan brengen, dan ga je een einde brengen aan een cyclus, aan een oude versie van jezelf. En dat gaat dan weer mirakels brengen. Dat gaat dan weer die vruchten brengen. Dat gaat die onvoorwaardelijke liefde brengen. Dat gaat helderheid brengen, die blauwe kleur. Maar het belangrijkste is focussen op jouw eigen passie, op hetgeen wat jouw vervulling brengt, op jouw batterij, wat dat jouw batterij is, wat dat jou weer verder gaat brengen. Op je pad. Ik ben hier de helft van de kaarten aan het verliezen. Maar ook dat is allemaal oké. Deze week ga ik niet zoveel video's online zetten. Omdat ik midden in verhuizen zit. Dus vanaf volgende week zeker, dan mag je weer meer video's van mij verwachten. Waar ik extra in ga tunen op de verschillende soorten connecties binnen de tweelingvlam collectief. Ook video's gaan doen rond missiewerk, lightworkers en zo meer. En overal waar ik toegeleid word. Wat is de vlam? Wat is de vlam? Maar dat de vrouwelijke energie deze week mee mag samenwerken. Woep, daar gaat hij. Courage. Ja. En dan zie je hier ook weer die rode kleur. Dat is weer ook verbonden met het ankeren. Zoals hij hier ook zegt. Het ankeren van jouw empress-energie, van je keizerin-energie, van jouw hogepriesteres-energie, van jouw meesterschaps-energie in het fysieke. En als je goed kijkt, dan lijkt dat hier dat gele op een muntje. Het is geen munt, maar het lijkt wel op de munt. En je ziet hier ook verschillende aarden, precies verschillende munten, ook achter zitten, achter die robijn. En dus roep Aartsengel Haniël met de vlam van moed aan en van doorzetting aan om je deze week eigenlijk te helpen in het verder stabiliseren en in balanceren van je nieuwe fysieke wereld. En wat krijgen we dan bij de mannelijke energie? De mannelijke energie krijgt harmonie ondersteboven. Die harmonie is verbonden met een nieuw begin. Dat is ook een elfkaart, dat is ook weer het teken van een tweelingvlam. Hier ook 10. Oh, je kunt dat niet zien. 10, maar dat kun je niet zien. Oh my god. Hij ligt ondersteboven. Waarom? Omdat de mannelijke energie eigenlijk op dit moment veel te veel afgeleid wordt door al de dingen die gaande zijn in zijn realiteit. En dus zijn ze niet altijd in staat om zich weer te verbinden vanuit zichzelf met de realiteit, omdat de realiteit eigenlijk weg van de vrouwelijke energie niet het plezier en de passie brengt dat ze eigenlijk naar verlangen. En dit stuk is eigenlijk ook weer nodig
Omdat het weer nieuwe codes integreert, nieuwe codes wakker laat worden. En het is niet allemaal per toeval dat dingen gebeuren. Dus het zijn allemaal, alle de dingen die gebeuren in de realiteit, zijn er net om de mannelijke energie meer in die groei te gaan doen. Om nog meer in die verbinding met zichzelf. En dus uiteindelijk dan met die vrouwelijke energie in contact te brengen. Kijk, ook hier één teken van een nieuw pad. Hij leert wat dat betekent om die meester te zijn. Hè? Want hij loopt altijd een beetje, laten we zeggen, achterna bij de vrouwelijke energie. En dat is oké. Omdat de vrouwelijke energie het gemakkelijker vindt om die verbinding met haar ziel en haar team en energie te maken, is dat voor die mannelijke energie echt nog een grotere uitdaging. Omdat die dus doorheen de maatschappij en het opgroeien nog veel meer gepusht en geduwd werd in dat logische verstand. En in dat stuk, het logische verstand, zorgt eigenlijk voor een hele grote blokkade en een hele grote valkuil voor die mannelijke energie. En ook al zijn er heel veel synchroniciteiten die wijzen op die oneindig nieuwe wereld en op die verbinding met de vrouwelijke energie, dan nog maakt hij zich heel veel zorgen over van hoe het allemaal gaat gaan, omdat ze constant voortdurend die uitdaging en die valkuil van dat logische verstand hebben. Dus zij moeten daar eigenlijk, laten we zeggen, nog veel meer energie en veel meer moeite voor doen om in dat vertrouwen te stappen. Dus als jij als vrouwelijke energie weet wat het van jou vraagt om je mind en logische verstand los te laten, weet dan dat dat bij je mannelijke energie nog 10 keer, ik zou misschien zelfs zeggen, 100 keer nog lastiger en nog een meer grotere uitdaging is dan bij jou. Maar net de liefde en de dingen dat hij zal ervaren in jullie connectie, zal ervoor zorgen dat hij meer en meer versterkt en wordt en ook daar veel meer in gelooft, omdat hij het ervaart. Maar zij hebben die ervaring, dat tastbare bewijs, echt nodig om eigenlijk verder te kunnen. Oké, wat moeten we nog meer weten? Wanneer dat gaat over de uitdaging van de mannelijke energie deze week. Die ben ik laten vallen, want ze zijn er niet uitgekomen. Dat is al één. Ja. Ik zat het om op een goede manier te leggen. Kijk eens wie dat er hier komt. Joepie. Ik dacht wel dat er nog één was. Ja, die mag zo. En nog één. Oké, nog één. Wacht, hè, was er hier nog één die ondersteboven al was? Nee. Oké, nog één als extra verduidelijking voor waar de mannelijke energie nu doorheen gaat. Dank u. Hier is hij dan. En dat is de Five of Swords, maar omgekeerd. Dus dat is een goeie. Dat is goed. Nou, krijgen we Acht of Cups omgekeerd. Acht of Cups staat meestal dat het feit dat. Hij moet weglopen van nieuwe situaties. Maar wat voel ik hier nu in? Dat hij weet dat hij niet meer langer mag kan weglopen van zijn queen. En hier krijgen we die King of Wands in de juiste positie. En hier de Queen of Wands omgekeerd. Dus de mannelijke energie gaat veel meer en meer leren en zien en begrijpen, ook echt met zijn logische verstand, dat die vrouwelijke energie, dat dat eigenlijk de one is. Dat dat zijn counterpart, dat dat zijn wederhelft is. En dat hij niet meer dan moet van blijven weglopen. Integendeel, dat dat hetgeen is dat hij naartoe moet lopen. Dat dat zijn Ten of Cups is. Zijn diepste vervulling. Hetgeen dat hij echt diep van binnen echt heel, 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 heel graag wil. En eigenlijk naar op zoek is. Maar we zitten hier natuurlijk nog met die Seven of Swords. En dus dat, wat ik daarnet ook al gezegd heb, dat logische verstand. Dat strategie bedenken. Al die dingen vanuit die mind, vanuit die controle. Dat zorgt ervoor dat de mannelijke energie eigenlijk met die uitdaging nog meer bezig is deze week. Dus deze week ga je zien dat ze inderdaad ontdekken wat dat hun passie is, wat dat hun blij maakt. Ze gaan die link leggen naar de vrouwelijke energie en ze gaan ook weten dat ze er niet mee moeten van weglopen, zoals we net gezien hebben. Want dat die vrouwelijke energie hen eigenlijk ook helpt om die diepste vervulling op elk vlak te brengen. Maar ze zien het nog niet goed hoe dat het zich gaat gaan manifesteren, hoe dat dan in orde gaat komen.
En, maar tegelijkertijd, en daarom zei ik ook van deze ligt omgekeerd en dat is goed, want anders zou het zijn dat hij zich nog altijd de slachtoffer voelt en dat hij nog altijd het gevoel heeft van ja, oké, het heeft geen zin om daarna te streven of om contact op te zoeken of om stappen te zetten naar mijn vrouwelijke energie, want het gaat toch niks opleveren. Daar zijn ze eigenlijk van aan het loskomen, dat ze dat inzicht gehad hebben. Ze zitten wel nog een stukje in het bedenken en hoe gaat het dan gaan en wat zijn de stappen en wat moet ik aan denken, ja, wat zijn de voor- en de nadelen. Maar ze zijn wel losgekomen van het feit dat ze geen slachtoffer meer zijn, maar dat ze vroeger dat wel hadden. Hè, dat hun dingen overkomen waren zonder dat ze het gepland hadden of wat dan ook. Dus daar komen ze van weg. Dus dat is eigenlijk weer al een stap vooruit en een goede stap in een goede richting. En dan. Wat hebben we extra advies voor de mannelijke energie? Het gaat hier strak heel. Het ziet er naar uit dat het heel hard gaat beginnen te regenen. Wat is de. Oké, Trina. De mannelijke energie is ook heel veel angsten aan het loslaten. Is daarmee bezig. Hè? Omdat ze heel veel dingen niet kan verklaren, niet logisch zijn, niet zoals dat ze het gekend hebben. Ze is daar heel veel angsten rond aan het loslaten. En dat, het stuk dat ze dat voelen en dat inzicht hebben, zal hen vooruit helpen in de toenadering zoeken en in het vooral aanvaarden en meer begrijpen van wat die mannelijke energie, die vrouwelijke energie beleeft. En nu begrijp ik ook waarom. Kijk, waarom dat er twee kaarten moesten zijn. Beautiful Uncaging. En Ears Wide Open. En je ziet dat is een 33 kaart, dus ook weer die spiegeling. En je ziet dus dat het feit dat ze hiervan losgekomen zijn, want dat is hier ook een 5 kaart, 5, 5, dus 14 is samen 5, is dat ze meer en meer hun ogen en oren wijd open houden. Niet zozeer om te gaan bedenken en te weten hoe of wat, maar dat ze veel meer de synchroniciteiten en de boodschappen dat ze krijgen op de goede manier. Dus vanuit die passie en vanuit dat licht en liefde gaan interpreteren. En dat zorgt ervoor dat dat de sleutel brengt om hun hart meer en meer te gaan openen. Om al die copingmechanismen dat ze zichzelf aangeleerd hebben doorheen het opgroeien. Hè? En dat kan ook zeker voor jezelf zijn. Dus niet alleen voor de mannelijke energie, maar bij de vrouwelijke energie is dat zeker ook zo. Want we hebben allemaal mannelijke en vrouwelijke energie in onszelf. Maar we hebben zoveel systemen en zoveel copingmechanismen en patronen eigenlijk onszelf aangeleerd ter bescherming, omdat we niet willen dat mensen ons nog dieper kwetsen. Maar natuurlijk, als je een diepe zielsconnectie, zoals een tweeling van mijn tweelingenziel, of een high soulmate, dus een soulmate vanuit die hoge frequentie wenst, dan is het belangrijk dat je dat natuurlijk aankijkt. En dat je blijft vanuit je moed blijft doorzetten. En met welke vlam kan de mannelijke energie of wordt de mannelijke energie gevraagd om mee samen te werken? Welke vlam? Sowieso met deze kleur ook al. Om wat te gaan helpen met het verder openen van het hart. En wat kregen we dan nog? Oeh, drie zijn er uitgevallen. Ja, oké, ik snap het. Oké. De eerste is Artsengel Xanafon. Xanafon is eigenlijk diegene die verbonden is met de aarde-energie. En waarom komt hij eruit? Omdat eigenlijk de mannelijke energie weer door een volgende evolutie gaat. Kijk, we gaan iedere keer verder en verder totdat we uiteindelijk weer in dat diamanten bewustzijn zitten. Dus de mannelijke energie kan, of voor je eigen mannelijke energie of voor je connectie, kun je eigenlijk deze energie sturen naar jouw tweelingvlam of naar je eigen mannelijke energie. En dan verder is het ook heel belangrijk, zowel voor de vrouwelijke als de mannelijke energie, om geloof te houden, om te blijven vertrouwen. En daarvoor kan je Aartsengel Raziel aanroepen, ofwel hier deze vlam. Ik zie met dat wat ding, lichter wordt, lichter zeg ik, donkerder wordt buiten, dat het iets moeilijker wordt om te zien. En dan de laatste is Aartsengel Gabriel. Gabriel is eigenlijk de engel van de boodschappen, die brengt boodschappen en die brengt ook wijsheid en dus inspiratie. Dus zowel de mannelijke als de vrouwelijke energie gaat geleid worden om stappen te zetten, om dingen te delen, al dan niet in de tweelingvlamconnectie of in de tweelingconnectie van je zielsconnectie. Maar je zal deze week ook boodschappen ontvangen, meer inzichten krijgen omtrent wat het volgende is dat je mag gaan doen. En dan
boodschappen voor de mannelijke en de vrouwelijke energie samen. Dus vooraleer dat we de video afsluiten. Wat zijn de boodschappen om nog meer naar terug en liefde en eenheid te komen? Mocht je dit zelf wensen, bijvoorbeeld om elke dag, elke morgen een kaart te trekken, dan kan je dit deck ook zelf bestellen via de linkjes onderaan in de video. Of wachten tot de giveaway die ik volgende maand doe en dan kan je misschien ook zelf dit deck winnen. Dus instorten is de weg naar transformatie en dat schijnt dat er aan het gebeuren is. En dat nog meer gaat gebeuren op collectief vlak, ook na het einde van dit jaar en volgend jaar. Kies eerst jezelf, eer wie je bent en geef jezelf liefde. En zeker in dergelijke diepe zielsconnecties is dat belangrijk. Zolang dat je mannelijke energie jou die liefde niet kan geven, geef de liefde die je wil geven aan de mannelijke energie aan jezelf. En laat alle angsten daaromtrent los. En dan, liefde is een mysterie. Probeer niet te verklaren, voel en wees liefde. Ja, want alles in onze realiteit is een weerspiegeling van onszelf. En dus is het belangrijk om daar bewust bij stil te staan. Oké. Integreer meer. Ach, het lukt niet. Integreer meer je mannelijke en vrouwelijke energie. Dus dat wil dan ook zeggen: leer meer, ontdek meer van wanneer je vanuit je mannelijke energie en wanneer je vanuit je vrouwelijke energie in het leven staat. Je lichaam wordt gevoeliger naarmate je bewustzijn verruimt. En dat is ook zo. Je lichaam wordt uiteindelijk een barometer. Bijvoorbeeld voor vrouwen, dan ga je bijvoorbeeld ook meer slijm gaan afscheiden. En dat is niet slecht. Dat is een teken dat jouw baarmoeder eigenlijk actief is en op een goede manier je wat laat weten. Wat dat jou enthousiast te maken wordt en waar dat je eigenlijk een completely yes voor bent. Of waar dat je zegt van, oh nee, dat is niet voor mij. En dat gaat over partners, maar ook over projecten, dromen, wensen, wat dan ook. En dan zuiver je mentale, emotionele en energetische lichaam. En dat kan je doen door gewoon te zeggen van, ik transformeer mijn mentale, emotionele, energetische lichaam naar optimaal. Dank u. Oh, dan hebben we deze. Oké. Het is oké om je eigen waarheid te vormen en dat is belangrijk. Zeker ook in contacten, connecties met anderen die nog niet zo ver staan en nog niet bewust zijn hebben wat jij hebt. Het is belangrijk om te aanvaarden en om bewust te zijn dat zij jouw waarheid nog niet kunnen begrijpen. Ze hebben die tools nog niet, ze hebben nog die know-how niet. En dat is zoals het verschil tussen een universiteitsstudent en een kleuter. Hè. Daar ga je ook niet over dezelfde dingen kunnen spreken. Dus je moet jezelf wel aanpassen. Als jij degene bent die wakkerder is, dan is dat jouw. Om je taal aan te passen en te begrijpen van waar de andere komt. Hè. Je geeft je leven vorm met je gedachten en dat is ook zo. Je gedachten, dat is jouw transformatiekracht. En dat is ook de reden waarom deze eruit komt. Gebruik de blauwe vlam om de weg van je ziel te volgen. Waarom? Omdat de blauwe vlam je ook helpt in het meer ontvangen van inzichten. Inzichten in waar dat je nu de weg vooruit niet ziet. Inzichten in blokkades, inzichten in oude pijnen, inzichten in trauma's, inzichten in wat dat ook maar is dat je nodig hebt. Maar meer ook nog om vanuit jouw hart, en dus eigenlijk vanuit je passie en je ziel, jouw waarheid te spreken. Dus dat is ook verbonden met keelchakra. Dus de blauwe vlam is trouwens ook de vlam die verbonden is met de vrije wil en versus de wil van je ziel. Dus het is belangrijk dat je daar ook aandacht aan besteedt. Nu, als je meer wilt leren werken met de universele vlammen, dan nodig ik je heel graag uit in het traject zelfrealisatie. Dat is voortdurend toegankelijk en je kan dat op je eigen tempo volgen. En dan in het voor- en in het najaar zijn er ook groepsessies waar je vrijblijvend mee aan kan deelnemen. En dat kan je ook combineren met één-op-één begeleiding, mocht je dat wensen. Dus ik zou, als je bezig bent met jouw spirituele ontwikkeling en je bent op zoek naar iets om dat eigenlijk te gaan versnellen en te gaan verdiepen, dan is dat traject echt wel een aanrader. Extra advies. Focus op één taak. Eén taak per keer. Want anders ga je jouw energie veel te veel versplinteren en ga je dus eigenlijk versplinterde manifestaties krijgen. Ga je niet volledige manifestatie van één ding krijgen, maar ga je hier en daar een beetje krijgen, waardoor je het gevoel gaat krijgen dat het niet werkt. Wat werkt wel. Maar je energie moet gefocust zijn op één taak per keer.
Wees creatief in het zoeken en van oplossing of wat dan ook, maar dat is. En hier ook ik opnieuw, zet een heldere intentie. Dus wees duidelijk, hou je visie op één punt. En als het gaat over de connectie, hou dan voor ogen dat je een diepe vervullende relatie wilt. En laat het stuk over wie dat dan maar wie dat is, laat dat los. Laat dat aan het universum om dat in te vullen. En weet dat een win-win uitkomst er altijd is. Hou je visie open. Dat is wat ik nu net zei. Hou je visie open. Om jezelf niet te gaan saboteren en te blokkeren en het moeilijker en lastiger te maken, hou je visie open. Je weet dat je een tweelingvlam bent. Je weet dat je lichtwerker bent. Je weet dat je wie dat jij bent. En je weet wat je wilt. Namelijk een diepe, vervullende connectie waarin je onvoorwaardelijk liefde kan en mag ervaren. En dan is het aan het universum om die mensen bij jou te brengen die bij jou op dit moment passen. Ga je daar voor de rest van je leven bij blijven? Misschien wel, misschien niet. Dat hoef je ook niet te weten. Maar geniet van elk moment dat op je pad komt. Dat is het belangrijkste. Zo, ik hoop dat je heel wat inzichten hebt mogen ontvangen. Dat het jou weer verder helpt deze week. Dus weet, deze week ga ik niet veel extra video's plaatsen omwille van de verhuis. En nu ligt mijn focus daar natuurlijk. En de begeleiding van de 1-op-1 mensen, de klanten die bij op 1-op-1 met mij aan het samenwerken zijn op dit moment. Dus dat zijn ook 6 mensen op dit moment die mijn aandacht nodig hebben. Dus dan verdwijnt deze extra gratis begeleiding eventjes. Maar dus vanaf volgende week ben ik er weer zeker terug. Mocht je zelf ook 1-op-1 met mij willen samenwerken, dan kan dat, zoals ik net gezegd heb, via het groepstraject met extra 1-op-1 ondersteuning. Of in de 3 maanden begeleiding, waarin je eigenlijk 24/7 ook mij kan contacteren en eigenlijk met mij kan samenwerken. Is het niet zo nodig om echt diepgaande transformaties, dat je daar op dit moment voelt dat je daar geen nood aan hebt, dan is ook het membership eigenlijk een heel goede manier om, laat ons zeggen, 1-op-1 met mij samen te werken. Dat is niet zo 1-op-1 zoals in de trajecten natuurlijk. Maar dat is de goedkoopste manier om met mij samen te werken en hun vragen te kunnen stellen. En daar begeleid ik dan mensen samen met mijn collega Sarah. Zodanig dat we iedereen en zoveel mogelijk mensen doorheen deze moeilijke, lastige en vooral heel onduidelijke transities, dat we nu nog tegenaan staan, collectief gezien, doorheen gaan. Dus als je dat wenst, weet dat je ook daar met gelijkstemden kan gaan verbinden. Zo, dat was voor vandaag, voor deze week eigenlijk zelfs. En dan zie ik jou volgende week terug in een nieuwe video. Dag!